Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik je laten zien hoe je mee-eters kunt verwijderen door middel van een vacuümapparaatje. Als je mij langer volgt, weet je dat ik niet vies ben van een make-upje. Ik bedoel, ik smeer mijn gezicht lekker dicht met mijn foundation en weet ik veel wat allemaal. En dat betekent wel dat mijn poriën dus vol gaan zitten met zwarte puntjes. Nou, er zijn een heleboel manieren om je poriën of je mee-eters te verwijderen. Je hebt van die poriënstrips die je op je neus kunt plakken. Je hebt van die blackhead maskers die je dus, of charcoal maskers eigenlijk, die kun je dan aanbrengen. En dan als je die eraf zou trekken, dan zouden je mee-eters erin zitten. Dat geldt hetzelfde dus voor die neusporiënstrips. Ik heb alles geprobeerd, maar bij mij werkt het niet. Mijn huid heeft gewoon echt een diepe reiniging nodig. En ik wilde al een tijdje zo'n apparaatje proberen, omdat ik eigenlijk de hoop had dat het daarmee wel zou lukken. Nou, ik heb zo'n apparaatje gekocht bij het Kruidvat. Je kunt ze bij verschillende winkels wel kopen, maar ik kwam deze gewoon toevallig tegen bij het Kruidvat en dat vond ik gewoon ideaal. En ik ga je laten zien hoe je dus met dit apparaatje gewoon heel makkelijk je poriën kunt leeghalen en dat het ook gewoon daadwerkelijk voor mij echt werkt. Dus mocht je benieuwd zijn hoe dat in zijn werk gaat, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Dit apparaatje is van Aprila, of Aprila, het is net hoe je het uit wil spreken. Ik heb hier 9,99 voor betaald, dus laten we het afronden naar 10 euro. En het is gemakkelijk te gebruiken, reiniging met vacuüm. Belooft het perfecte resultaat en heeft een hele diepe reiniging. Ik ga je even laten zien wat er in het doosje zit. Er zitten drie verschillende zuigkoppen op en er moeten twee batterijen in, maar ik ga hem er even uithalen. Zo ziet het eruit. Je krijgt er zeg maar ook een boekje bij waar wat meer informatie op staat. Er staat ook een QR-code op, die zou je kunnen scannen. Ik weet eigenlijk niet wat dat doet hoor, want dat heb ik zelf nog niet geprobeerd. Want ik ben gewoon eigenlijk naar aanleiding van de gebruiksaanwijzing ermee aan de slag gegaan. Nou, dit is zeg maar het apparaat. Heel mooi rosé, of goud rosé. Ik vind hem heel mooi. Er zit gewoon een on-off knop op. Hier zit het klepje voor de batterijen. Er moeten twee AA batterijen in. En nou, er zit dus al één kop op, zeg maar. Dit is een wat kleinere kop. Deze vind ik zelf heel erg fijn. Dus dit is een wat kleinere. Dan krijg je er ook nog twee kopjes bij. En dit is een wat grotere. Die is voor mijn kinderen bijvoorbeeld heel erg fijn. Want deze zuigt het meeste van de mee-eters eruit. En er zit ook nog een schuine op. Deze kan ook heel fijn zijn voor je neus. Maar je neus is wat moeilijker omdat dat bot hier zit. Maar die zit er ook bij. Ik krijg nog een paar van deze dingetjes erbij. Maar ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee moet doen. Want het is ook pas de tweede keer dat ik dit gebruik. Ik heb hem dus al eerder gebruikt. Vandaar dat ik weet dat dat ook werkt. Dus je doet eigenlijk de batterijen erin. Je kiest het juiste knopje en dan zet je hem op de huid en dan kun je hem leegzuigen. Het is een beetje hoe je het zelf wilt doen, zeg maar. Je kunt hem echt gewoon erop laten staan, maar je kunt hem ook een beetje naar beneden trekken. Maar ik ga je laten zien hoe ik dus mijn mee-eters verwijder door middel van dit apparaatje. Het is trouwens heel erg belangrijk dat je je make-up verwijdert voordat je dit apparaat gaat gebruiken. Dus eigenlijk wel even een goede reiniging gebruikt. En het is ook goed aan te raden om nadat je het hebt gebruikt eventjes lekker een goede crème erop te smeren. Als ik dit doe, als ik dan ga douchen, dan ga ik mijn huid ook lekker helemaal reinigen en scrubben. En dan doe ik er gewoon een hele goede nachtcreme overheen. Zodat ook de plekken die je ervan krijgt gewoon wat zachter worden. En ja, dat het allemaal gewoon eventjes weer wat, wat smoother wordt die huid. Want het is natuurlijk best wel een aanval als je met een vacuümapparaat op je huid gaat. Zo, ik heb jullie een beetje ingezoomd. Op camera kun je helaas niet zo heel goed zien dat ik mee-eters heb. Daarom plaats ik een foto van voor het verwijderen en na het verwijderen in beeld. Ik begin even met het standaard kopje wat hierop zit.
Want hiermee ga ik het gewoon uitzuigen. Ik heb ze vooral op mijn kin. Ik pak mijn neus wel een beetje mee. Dus ik haal mijn neuspiercing er eventjes uit. Zodat ik ook eventjes langs die randjes kan gaan. En dan gaan we even kijken hoe dat dus in zijn werk gaat. Ik heb hiernaast wel het spiegeltje. Dus mocht je me af en toe zien wegkijken, dan weet je dat ik daar naar kijk. Ik zet hem gewoon op mijn kin en dan zet ik hem ook aan. Je moet hem alleen niet te lang ophouden, anders krijg je heel erg veel rode vlekken. Ik trek hem eigenlijk in een bewegende beweging naar beneden, zeg maar. Ik vind dit dingetje zelf het fijnste voor mijn kin. Omdat hij eigenlijk het beste pakt. Die andere vind ik te klein en die andere heeft een ander vormpje. Ik kan zo de grote er wel eventjes opzetten nog. Zoals je ziet wordt het wel gelijk heel erg rood. Maar dat is op zich wel een beetje normaal. Ik zal nu het grote opzetstukje er even opzetten. Om te kijken of hij nog meer meepakt. En hier zie ik gelijk al heel veel troep in zitten. Dus deze is eigenlijk nog beter. Ik ga nog eventjes verder. Want ik denk dat er nog wel wat meer troep uitkomt. Vanaf mijn kin is nu heel veel troep gekomen. Ik ga toch mijn neus ook even doen. Want ik zie hier toch wel wat plekjes zitten. Maar ik ga even kijken. Misschien dat ik hiervoor de schuine ga gebruiken. Want ik denk dat die voor de neus net iets fijner is. Ik laat je uiteraard straks ook even zien wat voor troep eruit komt. Zodat je ook kunt zien dat het daadwerkelijk wat doet bij mij. Ik ga hiervoor eventjes het andere opzetstukje erop zetten. Dit wordt wel eventjes een beetje kijken of ik deze te fijn vind. Of toch die met het kleiner openingetje. Ik zet wel even de bril af. Want anders dan zit hij in de weg. En dan ga ik de neus even doen. De neus is wat moeilijker, omdat hij wat minder makkelijk vastzakt, omdat er natuurlijk een bot in zit. Dus je neus zal ook wat langer duren om
leeggetrokken te worden door je kin. Kijken met mijn bril op of het er een beetje uit is, want ik vind het op de neus echt wel lastiger. De zijkant ga ik zo ook even doen. Ik zie hier wel minder troep in. Ja, ik zie hier nog wat. Nou, ik ga toch even het kleintje erop zetten. Misschien dat hij toch de voorkant van de neus wat makkelijker pakt. Ook wel lekker om even hier zo langs het randje echt te gaan, zeg maar. Maar ik zie er toch nog wel een paar, maar de neus blijft toch best wel wat lastig. Weet ik nog, dit gaat het niet worden. Ik zal even kijken of hier... Nou, eigenlijk zie je in deze een heel klein beetje vuil zitten. Het is niet heel veel, maar in deze grote, hier zit heel veel vuil in. Ik zal het even met een wattenstaafje eraf halen. Dan kun je zien wat er uit mijn, vooral uit mijn kin is gekomen. Nou, ik ga dus nu met een wattenstaafje ga ik gewoon hier van onder erin. Zodat hij alle troep wat erin zit weghaalt. Het is wel aan te raden om ze daarna gewoon even lekker met eventueel wat alcohol lekker ontsmet hoor. Maar dit is gewoon meer even dat ik kan laten zien dat er ook echt wel daadwerkelijk troep uitkomt als je dit doet. Maar het is vooral wel bij de grote. Kijk hoor. Kijk, dit komt er dan af. Deze zwarte dingetjes, die komen dan uit, uit die mondjes. Dus je ziet wel degelijk dat hij mijn poriën echt goed leeg trekt. Dus ja, misschien is het een beetje overbodige luxe om dit te laten zien. Maar dan zie je in ieder geval wel echt dat er echt troep uitkomt. Je ziet wel heel erg natuurlijk de rode bloeduitstortingen. Of bloeduitstortingen, de rode plekken. Maar die worden vanzelf weer minder. Dus die trekken binnen een paar dagen weg. Dus dat vind ik niet zo erg. Maar nu heb ik altijd wel gelijk een heel schoon gevoel. Je ziet bij mij wel echt dat het een beetje bloeduitstorting wordt. Omdat ik op bepaalde plekken gewoon echt te lang blijf hangen. Maar zoals ik zeg, dit komt helemaal goed. Na een paar dagen zie je hier helemaal niks meer van. Nou, ik hoop in ieder geval dat je een beetje een beeld hebt gekregen. Hoe het...
reinigen met zo'n apparaat gaat. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik heb nu deze toevallig bij de Kruidvat gekocht, maar ik weet dat Action er ook eentje heeft. Ik heb hem zelf nog nooit in de winkel gezien, maar hij kwam volgens mij rond december op de site te staan. Die is een stukje goedkoper ook. Maar ik kan je dus niet vertellen hoe de werking daarvan is. Ik heb met deze gewoon een hele ja, fijne ervaring. Voor mij werkt dit gewoon het beste. Je hebt wel kunnen zien dat ik er flink rood van word. Maar dit trekt echt na een paar dagen gewoon weer weg. Dus zeker na 2 à 3 dagen, hoogstens 4, zie je niks meer van die rode plekken. Zoals je zag is de neus toch wat moeilijker vanwege het neuspot wat erin zit. Maar goed, ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Vooral omdat ik weet dat die strips op mijn neus het gewoon niet doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij zelf last hebt van mee-eters en hoe jij die verwijdert. Ik bedoel, werkt voor jou bijvoorbeeld wel zo'n poriestrip heel goed of zo'n charcoal masker? Of zeg je van nou, ik zou het ook wel eens willen proberen met met zo'n apparaatje. Zoals ik zeg, ze zijn eigenlijk, volgens mij heeft AliExpress ze ook wel. Action zou er eentje hebben. En nou ja, goed, ik heb deze van de Kruidvat. Volgens mij is die daar ook nog steeds te koop. Maar mocht je 10 euro voor zo'n apparaatje toch te veel vinden, kan ik me ook wel voorstellen, zijn er dus ook goedkopere opties. Nou, ik hoop in ieder geval dat het nu heel erg duidelijk is geworden hoe je, hoe ik dus mijn mee-eters verwijder en hoe het voor mij dus gewoon werkt met een wat ja, intensere methode door het vacuümapparaat. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat zo'n rode button. En als je daarop klikt, ben je ook gratis geabonneerd. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video van mij online staat. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te zien. Doeg!